Goeiedag. Hier zijn een aantal stinkwansen. Rustig aan het zonnen, samen, gezellig. En ik ga die proberen fotograferen. Ik ga daarbij de flits gebruiken. Met een accessoire, niet onopvallend, maar hopelijk wel voor die stinkwans. En ik ga daarbij flitsen en dan ga ik ook nog tonen hoe ik dit heb in elkaar gefabriceerd. De bedoeling is om korte bevriezingstijden te gaan bekomen door die flits. En ik ga mijn belichting eigenlijk manueel gaan instellen op iets wat net een beetje onder een goede waarde zit. Dus ietsje donkerder is dan wat goed zou zijn. En dan zet ik de flits aan en die staat op ETTL op waarde 0. Ik kan die flits ook een beetje verdraaien, mocht ik willen dat hij bijvoorbeeld geen zon tegenhoudt. En daarbij gaat hij ook wat zijlicht geven, wat wel eigenlijk waardevol is. Waar we altijd moeten voor opletten als we zoiets construeren, dat het niet voor de lens komt uiteraard, maar dat is er niet het geval. Dus ik heb dat niet in mijn beeld. Als ik nu mijn vinger naar beneden breng, dan zie ik hem enkel nu. Dus ik heb net overschot, centimeter of 2 ongeveer. Ik ga eraan beginnen. Ik sta op manuele focus en ik ga lichtjes voor en achter gaan bewegen om daarbij meerdere opnames te maken. De waardes zijn in 200ste seconde f11, ISO 320, omdat dit net een beetje onder de juiste waarde uitkomt. Oké, checken of ik op dichtste waarde manuele focus sta en ja, er zit een kleine tussenring tussen. Dus wat die flits doet is perfect de donkere schaduw gaan invullen die ik niet wil. Checken. Ziet er goed uit. Op die manier heb je dus veel meer scherpte in je beeld door die flits. En dat is uiteraard belangrijk. Het zijn heel actief. Ze kruipen nog wel rond. Het zijn er 3. Altijd meerdere opnames nemen, want je weet dat er altijd moet behoorlijk geselecteerd worden. Dat is precies stretching oefeningen aan het doen. Goed, ik ga er even mijn accessoire afhalen. Dit is het. Het is een beetje gekunsteld, maar het werkt. Karton aan elkaar gekleefd eigenlijk. Met daartussen een aluminiumfolie die het licht probeert af te buigen en brengen waar we het nodig hebben. Dus de afstand, ja. We mogen ook niet echt te dicht of te ver gaan belanden. Het is wel te bekijken van waar is ons focuspunt ongeveer. Voor maximaal 1:1 of iets meer vergroting. En daarvoor kan die wel dienen. Dus ja, je hebt er niet veel aan te verliezen met wat duct tape en karton.
eigenlijk een soort driehoek met een flapje er rond gaan uitknippen. Een beetje naar elkaar gaan kleven. Ik heb nog zijstukjes aangekleefd. En ja, een uurtje, misschien dik half uur werk heb je dat. Ziet er niet uit, maar is eigenlijk wel een interessant gereedschap waarmee je dus kan rondlopen. Dat is van belang. Je kan mobiel naar het insect toe gaan, heel vlug als het nodig is en er ergens in verschijnt. Dus ja, ik laat jullie ook nog wel resultaten van de beelden zien.